Holland. Heb je haar al eens eerder zien voetballen? Nou, niet op de televisie. Wel genoeg hier. We hebben er hier vanaf kleins af aan al bij de kar. Dus ze heeft hier genoeg met de bal rondgerend. Wat is haar grote talent? Geen idee. Dat is een flauwe vraag. Maar zet hem op, Kel. We geloven in je. De moeder van Kelly werkt in de Deen. Op Marken. Deenmarken dus. Deenmarken, daar heeft u geen last van? Ik heb geen last van Denemarken, nee. De naamsverspeling die doet het wel goed hier ook. En de mensen die kijken toch naar het fotootje wat we afgedrukt hebben. En natuurlijk even kijken wat het inhoudt. En dan uiteindelijk begrijpen ze de link waar het om gaat. Is er sprake van een voetbalkoorts op Marken? Nou, je ziet het hier natuurlijk wel bij de Denen. Dat ze oranje tompoes verkopen en dat er over oranje vlaggetjes hangen. Dus ja, ik denk wel dat er sprake is van een voetbalkoorts. Ja. Ga je morgen kijken? Ja, zeker ga ik morgen kijken. Ik moet natuurlijk wel de vrouwen supporten. Ja, ik denk dat ze gaan winnen. 1-0 of 2-0, zoiets. Ja, dat denk ik. Ik denk 3-0 voor Nederland, net zoals de vorige wedstrijd. Het zou heel mooi zijn.